Het is vrijdag, dat betekent dat Annelinde van der Veen haar week bezingt. Deze week met een nummer over vrouwen. En als het goed is, hebben we haar aan de lijn. Hallo, Annelinde. Hoi, hallo. Jij staat langs de snelweg. Naast de snelweg, heb ik gehoord. Ja, klopt, ja, klopt, ja. Wat lief van je. Dus je hebt je autootje even aan de kant gezet. Ja. Toch niet op de vluchtstrook? Nee, ik sta hier heel veilig. Oh, heel goed. Gelukkig. Hé, hoe was je week? Ja, fantastisch. Ja, nu ik dit nieuwsitem net hoorde, heb ik echt helemaal... Ja. Dat heb ik helemaal gemist van die dikpik. Want dat was een heel leuk onderwerp voor een liedje. Ja. Hey, dat heb ik weer gemist. En zeker, ja, laten we eerlijk zeggen. Laten we eerlijk zijn, zeker voor jou natuurlijk. Daar kun je wel wat mee. Nou. Nee, ja. dat klinkt fouter dan ik het bedoel. Nee, dat zijn hele... Laat me zitten, dit ga ik niet meer goed maken, Annelinde. Hey, maar waar... Julian die ligt helemaal dubbel hier over zijn toetsen. Klinkt zo raar wat je zegt. Ja, dat klopt. Dat is ook zo. Ik zal het niet proberen uit te vergroten. Nee, doe me niet. Hey, Annelinde, maar jouw week en jouw week in een liedje. Ja, nou ja, jullie wisten het al, dus ik dat eigenlijk niet heel erg veel nieuws luister. Maar ja, dus ik dacht, nou, laat ik dus nu eens een keertje gewoon even op nu.nl eens even wat scrollen. En nou ja, eigenlijk het eerste, het beste nieuwsitem ging over het menstruatieverlof, wat in Spanje aan 500 vrouwen is gegeven. En dat vond ik meteen, ik denk, ja, daar zit een liedje in. Ja, maar aan 500 vrouwen in Spanje, is dat dan een soort pilot, een proef? Dat weet ik eigenlijk niet helemaal. Ja, ze gaan het gewoon, ze willen dat wel verder uit gaan voeren. Dus vrouwen krijgen 8 uur in de maand menstruatieverlof. En die uren moeten ze overigens wel inhalen. Okay. En als dat aanslaat, wat natuurlijk, ja, die wilden nog niet 8 dagen... chocola eten op de bank voor 8 uur per maand. Dan gaan ze dat ook doorvoeren voor de menopauze en nou ja. Oké, grappig. Ja, bevoorrecht, denk ik. Ja, kennelijk. Ja. Ik heb geen idee. Maar als je die tijd weer moet inhalen, ja, dan. Maar goed, misschien wel lekker als je het niet helemaal fijn voelt om even nou ja, een chocola het ging wel over de productiviteit van de vrouw. En daar kan natuurlijk nog wel wat. Er zat een economische factor achter. Misschien wel. Nou, ik ben heel benieuwd, Annelinde. Volgens mij kunnen we beter gewoon even lekker gaan luisteren. Ja. Annelinde van der Veen met... Hoe heet het? Heb je een naam voor het nummer? Met een column, laten we het zo noemen. Ja, dat. Laat ze maar thuis, laat ze maar gaan. Laat ze alsjeblieft alleen. Want wij hoeven geen vloeiende vrouwen om ons heen. Wij kunnen niet met jullie op de werkvloer door één deur. Want vrouwen hebben over het algemeen een mega slecht humeur. Ligt gepikeerd, gefrustreerd en ze voelt zich snel bekneld. Nou, dan is de vrouw waarschijnlijk weer eens ongesteld. Zeurend en te klagen en in niks hebben ze zin. En de ene na de andere, tampon die gaat erin. Joden laten lezen, kunnen in de bank wegzakken. Zitten ze hele dagen creatief met maandverband te plakken. Chagrijnig zijn is tegenwoordig een legitiem verzoek. Om in je bed te blijven zwelgen met je oma onder broek. Kijk ze vretend op de bank in haar pyjama naar tv. Zit ze later weer te janken voor een uur op de wc. Want ik ben kribbig, stront eigenwijs en ik... Laat mij maar lekker broeden en werk jij maar lekker door. Jodeloedeloe, pijn. Ik heb er zo zin in een groot glas wijn. Lekker in bad is een pijn. Mis je dat? Is het moeilijk om een vrouw te zijn? Jodeloedeloe, pijn. Het is zo lekker om weer thuis te zijn. Ik weet dat ik bof. Ik doe net alsof menstruatie verlof. Gaaf, applaus. Wat gaan we, want Annelinde, we hebben nu een paar columns gehad. Gaan we nu op naar de cd? Dat kan wel leuk zijn, hè? Ja, dat kan wel heel leuk zijn. Het 120 columns cd. Wat zei je, Annelinde? Het wordt wel een hele korte cd dan, met al die nummers van een minuut. Nou, het wordt gewoon een cd met heel veel nummers. Oh ja. Toen vond ik geen meatloaf te zijn. We moeten nog even door, Annelinde, voor die cd. Ja, hey, daarover gesproken. Dan lijkt me het leuk als jullie de volgende week nou eens een keer zeggen... Nou, dat onderwerp, hè?
Nou, die dikpak is al geweest. Die kan niet meer. Maar we hebben zo'n leuk onderwerp. Bedenken jullie eens een keer wat. Ja, Waar moet ik over gaan schrijven? Oh, okay. Die weddenschap wil ik nog wel eens aangaan. Nou, ik merk het wel. Ik vind ze superleuk. Annelien, laat ik te zeggen. Ze echt lekker scherp, goed gedaan en mooi. Maar ik dacht dat jij het denkwerk zou doen, joh. Maar nou, dat vraag je nu aan ons. Ik begrijp het. Ja, nou, dit is gewoon ik wil gewoon jullie de uitdaging Ja. Dankjewel. Ja, je schat ons hoog in. Je denkt dat wij allemaal wel... Nou, jou niet echt hoor. Maar... Nee, snap ik. Nee, maar ik had ook al gedacht, Niels zit hier normaal gesproken. Maar Annelinde, één ding. Wanneer wil je dat onderwerp hebben dan? Want jij moet even... Of schud jij dit in een half uurtje uit je mouw? Ja. Oké. Okay. Nee, maar ik moet het natuurlijk wel nog opnemen in Apollo Recording Studios in Enschede. Dus ik moet wel een beetje de tijd hebben om het... Kijk eens aan. Wanneer wil je het hebben? Woensdag. Ik ga het Niels zeggen en dan bemoei ik me er niet meer mee. Oké. Is helemaal goed. Hartstikke bedankt, Annelinde. Oké. Doeg. Hoi. Tot